Waar moeten we in vredesnaam heen? Zouden ze niet bij de fabriek van Marnik wezen dan? Wie is die Marnik? Hij is een vriend van Vlinder. Misschien kunnen we even gaan kijken of ze er is. Ik kan ook proberen contact te krijgen met Logan. Want als we wel die kant op gaan en een geest is er, dan hebben wij een probleem. Daar heb je ook een goed punt natuurlijk. Logan, alsjeblieft, waar ben je? We zijn in een soort van raar gebouw. Ja, dat zijn er zoveel hier. Ik zie een vlag. Rood en zwart. Volgens mij had Vlinder het ooit over een gang die best wel sterk was in de Kaap. En waar is dat dan? Ik heb geen flauw idee. Ja, we moeten ze echt vinden. Komt vast wel goed. Misschien komen ze wel tegen. Misschien een goed idee. Laten we even rond gaan lopen. Oké, laten we dat maar doen dan. Waar ben ik? Oh ja, ik zit hier vast als waar ook. Waar is Logan gebleven? Hij was hier toch? Ik zie hem niet. Goedemorgen Logan, je bent hier. Oh! Goedemorgen vrienden. Heb je een beetje kunnen slapen? Ja, op zich wel. Mooi zo, daar ben ik blij om. Hij is zo anders. Volgens mij is dit niet Logan die ik ken. Maar een andere karakter. Gaat alles wel goed, Vlinder? Sorry, ik was een beetje aan het dagdromen. Moet je wat te drinken hebben of zo? Nee, dank je. Wat is die persoon aan het doen? Laat ze maar. Geen aandacht aan geven. Volgens mij is dat een van die rookjongeren. Vlinder, nee. Goedemorgen, lieverd. Oh ja, Vlinder zit nog steeds vast in die fantasiewereld. Maar we halen je eruit, Vlinder. Hou nog even vol. Hey Patrick! Goedemorgen! Ja, goedemorgen. Nog steeds niks verleerd om in een cel te slapen of zo? Nee. Ja, sinds ik hier slaap is het mijn vaste plekje geworden. Maar is er nog geen verandering met Vlinder? Nee. Oh. Het komt vast toch goed, Patrick? Ik hoop het zo. Ik wil gewoon Vlinder terug en ik wil gewoon naar huis. Ik ben er klaar mee. Misschien moeten we gewoon even een stukje lopen. Lopen? Daar hebben we toch geen tijd voor? Luister Patrick, we kunnen gewoon beter nadenken. Misschien vinden we dan een manier om Vlinder te helpen. Oké, als jij het zegt. Kom, ik ga met je mee. Ik kan ook wel even een frisse neus gebruiken. Jij kent de kaap beter dan ik, dus loop maar waar je heen wilt. Nou, we kunnen naar de gemeenteplein lopen of we gaan er gewoon een blokje om. De gemeente? Dat weet ik denk ik wel zijn. Kom, loop je even met me mee.
Best wel koud vandaag, hè? Ik vind het best warm. Nee, nou, niet echt eigenlijk. Ik hou niet zo van al die kou. Wat zijn we aan het doen hier? Nou, gaan we nog wat zeggen of hoe zit dat? Wij willen zijn soort hier niet hebben. Zijn soort? Ja. Ik snap het niet helemaal, geloof ik. Mutanten en mensen met krachten horen hier niet. Laat maar, vlinder. Nee, niet laat maar. Je hebt net zoveel recht om hier te zijn, net zoals ieder ander. Nee, helemaal niet. Hun zijn gevaarlijk. Gevaarlijk? En wie ben jij dat om te bepalen? Ik wist niet dat zijn jongen was. Wij zijn ook gewoon mensen, net zoals jullie. Dus we hebben ook net zoveel recht om hier te zijn. Net zoals iemand anders. Dus ik zou maar snel weggaan als ik jou was, voordat ik je in een kikker veranderde of zoiets. Is dit normaal of zo hier? Ja. Helaas wel. Wat is er gebeurd met allemaal respect voor de mensen? Dat is er nooit geweest. Waarom niet? Geen idee. Het is er gewoon nooit geweest. Maar dat kan toch niet? We hebben echt overal rondgelopen, maar ik kan het echt niet vinden. Moet het toch ergens zijn? Geef het op. Abigail! Logan? Daar. Oh, wat ben ik blij dat jullie hier zijn! Ik ben ook blij jullie te zien. Hey Patrick en Logan. Hey Sander, Abigail, levenslust. We waren al naar jullie op zoek. Maar, hoe zijn jullie ontsnapt? Levenslust en ik hebben een drankje gemaakt om de geest in slaap te laten vallen. En toen hebben wij deze staf meegenomen en zijn we hier naartoe gegaan. Een staf? Wat moet hij daar nou weer mee? Ja, Sinterklaasje spelen, maar dat weten we niet. Dus wat er ook is, is niet goed. We weten wat er met Vlinder gebeurd is. We willen naar haar toe. Ja, natuurlijk. Loop maar mee. Ik ben echt blij dat we weer bij elkaar zijn. Ja, en het is toch wel Rossella natuurlijk. Nou, vertel mij wat. Gaat het wel een beetje met je, Patrick? Oh, buiten het feit dat Vlinder vast zit en weet ik veel wat. Oh, het gaat wel prima met me. Waarom vecht hij eigenlijk niet terug? Wat voor nut heeft dat? Wat is dit nou? Zo herken ik je helemaal niet. Ik ken me helemaal niet. Ik ben niet... Ik ben niet hetzelfde persoon zoals jij die kent. Nee, klopt. Die Logan die ik ken, die zou niet zo tegen hem laten praten. Ja, nou, ik ben dat dus niet. Ik ben niet zo. Luister. Sorry, Vlinder. Maar hier in deze wereld gaat iedereen ons. Waarom is die Vlinder van deze wereld alleen? Hoe moet ik dat weten? Ik heb geen contact met haar.
Met niemand eigenlijk. Er klopt gewoon iets niet. Laat het gewoon los. Het heeft echt gewoon geen nut om hier druk over te maken. Ik ga even wat eten halen. Wil je ook wat? Nee, ik hoef niks. Ik heb niet zo'n honger. Ik ben zo terug, oké? Doe alsjeblieft voorzichtig. Het is best gevaarlijk buiten. Komt goed, Logan. Ik ben zo terug. Er klopt gewoon iets niet. Het lijkt wel of er totaal geen balans is. Ik moet erachter komen wat er gebeurd is. Wat is er toch gebeurd met jou? Ze is boven. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Blijkbaar heeft de geest iets gedaan met Vlinder, zonder dat we het wisten. Hij heeft Vlinder gedwongen om te niezen. En toen is ze vast komen te zitten. En we kunnen haar er niet uithalen? Nee, alleen de geest kan dat. Misschien kunnen we iets met de staf doen. Nou, misschien kunnen we wel iets met de staf doen. Met de staf? Ja, we hebben een staf afgepakt van de geest. Dat hebben we toch al gezegd? Ik denk dat het eerst handig is dat we erachter komen hoe het werkt. Ik denk dat dat inderdaad wel handig is, ja. Ik ga wel even naar Vlinder toe. Is helemaal goed, levenslust. Ik maak me wel zorgen om haar. Waar zou ze naartoe zijn gestuurd? Geen idee. Maar ze komt er al uit. Ik weet het zeker. Vlinder, hou alsjeblieft vol. We komen je zo snel mogelijk halen. Gaat het, levenslust? Hoe heeft hij haar dit aan kunnen doen? Zoveel dingen komen op haar af en ze is niet eens voorbereid hiervoor. Ja, maar hoe kan je iemand voorbereiden hiervoor? Ja, maar Patrick, ze had gewoon wat meer begeleiding moeten hebben. Ben ik het inderdaad mee eens? Er is iets gebeurd met jou, maar wat? Oh nee, is hij hier ook? Nee. Ik kom de huur ophalen, mevrouw Vlinder. Ik heb het nog niet. Geef me wat meer tijd. Je hebt genoeg tijd gehad. Ik moet helaas uw winkel in beslag nemen. Nee, alsjeblieft. Dit is alles nog wat ik heb. Daar had u eerder aan moeten denken. Wat ben je aan het doen? Logan, je laat me schrikken. Kom mee. Nee, ik wil weten wat er met haar gebeurd is. Vlinder, loop alsjeblieft mee voor hij je ziet. Oké dan. Weet je hoe gevaarlijk het is om met hem in aanraking te komen? Je bedoelt die man die bij die andere vlinder was? Ja, die ja. Wat is er met deze vlinder gebeurd? Vlinder, alsjeblieft, loop gewoon mee met mij, dan ben je tenminste veilig. Ja, je antwoordt mijn vraag niet. Deze vlinder heeft zeg maar nooit geaccepteerd dat ze krachten had. Dus ze heeft haar doel nooit voltooid. Wat? Ja, en daarom is er dus ook geen balans. Dit kan niet, we moeten haar helpen. Wat wil je gaan doen dan? Ze is alles verloren. Hoe bedoel je, ze is alles verloren? Haar familie, vrienden, alles. Dit kan niet, dit mag niet. Het spijt me, Vlinder. Het is al gebeurd. Nee. Ik moet haar helpen. Hoe wil je dat gaan doen, Vlinder? Ze wil niet luisteren. Naar niemand niet. Je hebt het ook geprobeerd, toch? Of niet? Ik moet gewoon proberen. Misschien dat ze als ze mij ziet dat het dan anders is. Vlinder, het heeft echt geen nut. Nee. Ik ga het niet opgeven. Ik moet het gewoon proberen. Vlinder! Oh ja. Ik kom eraan. Wa-
Wat voor staf is dit eigenlijk? Ja, geen idee. Maar hou, maar pas alsjeblieft op met die staf. We weten niet wat hij kan doen. Ja, ja, ik doe heel voorzichtig hoor. Geef die staf maar weer aan mij. Nee, niet voordat je vlinder teruggeeft aan ons. Hoe werkt het niet, Abigail? Zo kan het wel werken. Het moet niet gebeuren. Geef gewoon die staf aan mij. Ha! Gaat niet gebeuren, geest. Voor deze keer heb je gewoon verloren. Je kan het vlinder ook heel erg moeilijk maken. Maar heb je dat niet al genoeg gedaan dan? Je hebt haar vastgezet in een wereld waar dat ze helemaal alleen is. Haar goed recht. En ik hoop dat ze voelt hoe ik me voel. Oh, ik ben het echt zat met jou. Wat gebeurt er? Ik zei het nog zo, hè? Dat hij voorzichtig moest zijn met die staf. Wat? Wat gebeurt? Logan! Wat is er gebeurd? Jullie zijn echt zo dom. Ik neem de staf weer mee. Niks daarvan. Blijf met de tengels van hem af. Wie ben jij? Mag ik alsjeblieft naar binnen komen? Nee, wie ben jij? Ik ben jou, maar ik ben van een andere wereld. Ik moet echt met je praten. Nee, ga gewoon weg. Alsjeblieft, ik wil je helpen. Ik weet wat je doormaakt. Je weet helemaal niks van mij. Ik weet dat je alles kwijt bent. Patrick, levenslust, Sander. Maar dat komt omdat je je krachten niet geaccepteerd hebt. Nee, hou je mond. Laat me gewoon met rust. Alsjeblieft. Hey, jij. Wat is er met jou gebeurd? Je lijkt wel jonger. Gaat je geen reet aan? Je bent haar niet. Of wel? Ga ik jou niet vertellen? Doet er niet toe. Ik wil hebben wat je me verschuldigt. Krijg je niet, want ik ben het je niet verschuldigd. Je wilt geen probleem met mij, dame. Dat heb ik toch al, dus het maakt toch nog niet meer uit. Kom maar op. Laat maar zien wat je in huis hebt. Jullie gaan nu aan de kant. Nee. Prima. Dan moeten jullie het maar voelen. Dan zet ik jullie wel even aan de kant. Nee, dat gaat niet gebeuren. Je blijft mooi staan waar je staat. Prima. Als jullie niet aan de kant willen, dan zet ik jullie wel gewoon aan de kant. Wat is dit? Waarom werken mijn krachten niet? Oeps. Dan heb ik het drankje waarschijnlijk iets te sterk gemaakt. Nee, nee, nee! En nu wegwezen jij. Wacht maar, ik krijg mijn krachten terug. We zullen wel zien. Best een slim plan wat jullie hebben gedaan. Nou, maar we moeten wel even opschieten. Want ik weet niet hoe lang het drankje nog gaat werken. Ik moet toch iets doen? Hey, je blijft met je tegels van haar af. Haar is aan de kant. Nee, je doet daar niks. Ik wil je ook wel aan de kant helpen hoor. Wacht, waarom werkte mijn krachten niet? Ik geef je nog één kans om aan de kant te gaan.
Alsjeblieft, help ons. Alsjeblieft, je kunt dit. Jij hebt krachten, net zoals ik. Geloof in jezelf. Je bent niet alleen. Ook al voelt het zo. Je hebt de mensen nog steeds om je heen. Maar je hebt ze nog niet ontmoet, zodat je je krachten ook niet hebt uitgevogeld. Ik weet hoe het is allemaal. Ik weet dat het ook eng is. Want zonder jou en je krachten is de wereld niet in balans. Dus alsjeblieft, zet je angst aan de kant en help ons. Nee! Prima, dan help ik wel even een handje. Oh nee! Au! Logan! Logan, word wakker. Wat is er met hem gebeurd? De staf ging af toen Logan hem in de hand had. Ik ben wel blij dat ze hem uit de handen heeft gepakt. Ja, ik moest toch iets doen? Logan, gelukkig, je bent wakker. Wat is er gebeurd? De staf ging af terwijl je hem in je handen had. Mijn staf? De staf? Waar is die? Rustig maar, Logan, ik heb hem. Gelukkig maar. Laten we snel even uitzoeken hoe die werkt, zodat we Vlinder weer wakker kunnen maken. En hoe waren we dat van plan om te doen? Laat me eerst even bijkomen. Komt goed, Logan. Neem je rust. We hopen dat Logan hier niks aan overhoudt. Ah, dat moet vast wel goed komen. We hebben het daar wel weer over, Logan. Dat is ook wel weer waar. Even gaan zitten hoor. Hoorde ik nou Vlinder? Nee, laat me los. Rustig, ik ben hier. Laat me los. Wat gebeurt er met jou? Logan, gaat alles goed met je? Huh? Ja, met mij wel. Maar er is iets met Vlinder. Wat is er met haar dan? Ze zegt, laat me los. Volgens mij heeft er iemand haar vastgezet in een fantasiewereld. We moeten er naartoe. Nee. Straks zitten we allemaal vast en dan kunnen we haar niet meer helpen. Je moet dit echt alleen doen, Logan. Maar... Nee, Logan. Niks maar. Vlinder is sterk genoeg om dit aan te kunnen. Ik weet het zeker. Oké. Jullie zullen wel gelijk hebben. Laat me los. Nee, geen sprake van. Jij bent degene die mij uitdaagt. Je laat haar nu los. Kom jij ook nog eens met je grote mond? Laat haar nu gaan. Ze heeft je niks misdaan. Ze heeft me uitgedaagd. Dus ja, dan heeft ze wel iets gedaan. Doet er niet toe. Je laat haar gewoon nu los, begrepen? Wat gebeurt er met me? Dat scheelt echt niks. Logan, word wakker. Wat doe je met me? Je beheerst mijn leven niet meer. Logan, word alsjeblieft wakker. Oh, mijn hoofd! Logan, gaat het met je? Ja, het gaat zo. Wat is er gebeurd? Ja, die geest heeft je tegen die boom aangegooid. Laat me staan. Nee, je hebt te lang mijn leven beheerst. Luister, ik snap dat je boos bent. Maar dit is niet de manier om je boosheid te tonen. En waarom niet? Ik ben alles kwijtgeraakt door hem. Echt alles. Ik weet het. Maar er is echt een andere manier om hem te straffen. Maar niet op deze manier. En welke manier dan? Je kunt hem ook gewoon ergens naartoe sturen. Kom op, Vlinder. Je bent een goed mens. Je kunt niet iets doen waar je niet achter staat. Goed zo, Vlinder. Ik wist dat je het kon. Vlinder, kijk uit! Nee! Vlinder? Zo, dan had je niet maar zo'n grote mond moeten hebben. Hm.
Nee, nee, dat kan niet waar zijn. Wat is er met haar gebeurd? Ik weet het niet, maar ze beweegt niet. Ze lijkt zo versteend. Nee, dit is allemaal mijn schuld. Vlinder, hou op. Je deed wat goed was. Je hebt niks fout gedaan. Door mij is ze versteend. Nee, dat heeft die geest gedaan, niet jij. Mijn krachten hadden gewoon moeten werken. Dan had ik gewoon iets kunnen doen. Vlinder, als je alles van tevoren kon weten, dan was het leven een stuk makkelijker. Maar dat is niet zo. Waarom gaat er echt van alles mis? Jij bent niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn acties. Daar moet je echt jezelf los van zien. We gaan deze vlinder helpen. Kom op, ik zal je helpen. Dankjewel, Logan. Kom, we nemen haar mee naar boven toe. Oké. Misschien kan je wat vinden boven. Volgens mij heeft ze daar heel veel boeken staan. Dat weet ik, ik ga wel even kijken. Nou, dit was het dan weer. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Vergeet niet zeker weten niet te abonneren hier beneden. Vergeet zeker weten niet een duimpje omhoog te doen. Laat ook een leuke berichtje achter. En trouwens iedereen fijne Pasen. En tot volgende week. Doei doei. Fijne Pasen, bye bye. Haha, lekker divided. Bye bye. Bye bye. Hey, eieren. Niet te veel.